Welkom op de 9e etage, een van de appartementen in de Rotterdam. Bijzonder aan een appartement in Rotterdam, ja, dat is heel makkelijk. Dat is het uitzicht, de uitzicht op de stad. Kijk echt op de stad, op de Erasmusbrug en al het scheepvaartverkeer wat hiernaast gaat. Dus wat elke dag ook en per uur en minuut verandert. Het is vast wel een woning met een prijskaartje, denk ik. Ja, we hebben vier woningen, 240 appartementen, maar ook voor verschillende prijsklassen. Ze zijn van 60 tot 400 vierkante meter, dus van 190.000 tot 1 miljoen. En hier staan we op de roltrap in het atrium van de Rotterdam, het centrale deel van het gebouw. En het gaat door tot 30 meter. En als je boven komt, dan kijk je eigenlijk tussen de twee gebouwen door tot 85 meter. Omhoog en die gebouwen staan ongeveer 8 meter uit elkaar. En welkom in het nieuwe hotel, het Nauw Hotel, wat vanaf januari open gaat. Mogen wij alvast kijken daar? Uiteraard, volg mij. Zo, dit is een van de kamers, kom verder. De sunsetkamer, zoals we die noemen, heeft te maken met de views die we verkopen. Kamers hebben of de sunrise, de ochtendzon of de avondzon hier. En vandaar dat we de kamers ook zo duidelijk genoemd hebben. Naast alle views van alle kanten en, op de kamers is het unieke dat Rem Koolhaas zowel buiten als ook de binnenkant ontworpen heeft. Uniek in de wereld en daar zijn we met recht erg trots op. Ja. Wat betaal je nou een beetje voor zo'n kamer? Ja, het is wisselend in de week weekend, maar zo rond de 150 tot 200 euro moet je ongeveer rekenen voor een kamer. Ja. Daarbij bieden we het ontbijt altijd wel gratis aan. Oh, dat is dan wel weer fijn. En hier zijn we op de bovenste verdieping van de Rotterdam. Naast dat we appartementen, hotel, parkeergarage, winkelruimte hebben. Hebben we ook kantoren in de Rotterdam en ja, die hebben een fantastisch uitzicht zoals jullie straks kunnen zien. Hier ligt Rotterdam en half Nederland aan je voeten. Als we nou over 10 jaar hier weer zouden staan, hoe kijkt u dan terug op dit gebouw? Ik denk dat dit een van de iconen van Rotterdam gaat worden, wat echt een plek zal krijgen in Rotterdam, maar ook in Nederland. Ja.